Mijn stenenverzameling. Nou, dat wil je echt zien. Deze stenen, kijk, een beetje brons met grijs, die komen uit de Efteling. Deze lagen onder de Python, zo aan de onderkant. En daarvoor heb ik even mijn hand buiten het karretje gedaan en toen had ik ze. Het is echt vet veel. Mooi, hè? En deze paarse, die komen uit Fantasialand. Ja, die ligt onder de drakenachtbaan. En deze heb ik aan een beveiliger gevraagd en toen mocht ik ze, toen de achtbaan stil stond, even pakken. Dan heb ik uit Slagharen, even kijken, deze rode stenen. Rode roze stenen komen uit Slagharen. En deze lagen boven in het reuzenrad. Dus je moet eerst even rondjes met het reuzenrad en dan zat ik in het goede bakje, kon ik er net bij. Prachtig, hè? Deze bijzondere steen, kom maar eens kijken van dichtbij. Helemaal mooi beschilderd. Deze komt uit de auto. De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats. En hij heeft er maar liefst een jaar in gelegen. Maar we hebben hem nog steeds uit de auto van de parkeerplaats. Deze groene stenen, die zijn niet eens uit Nederland. Maar komen helemaal uit Disneyland Parijs. In Disneyland Parijs heb je dat sprookjeskasteel waar je kunt slapen. En deze lagen daar. Bij het sprookjeskasteel in de tuin. Dan hebben we nog deze blauwe stenen. Die komen van Neeltje Jans. Het is niet echt een pretpark, meer een informatief park. Maar daar bij de zee, waar al het water komt, blauwe stenen. Wilt u nog meer zien? We hebben ook nog paarse steentjes. Deze paarse stenen zijn super mooi. Die hebben iets te maken met tovenarij. Die waren in het Sprookjesbos van de Efteling. Nou, dan laat ik nog één paar zien. En dit zijn de zwarte stenen. Deze komen van het treinspoor af. Maar dit treinspoor is uit Harry Potter. En deze komen uit Harry Potter Park. Want daar heb je zo'n treinspoor, 9¾. En dan daar gaat deze.